gebied van volksgezondheid wijst kritiek van de hand. Hij zegt dat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen niet zo hard stijgt als het aantal besmettingen. Vanaf 2023 moet de belasting komen op kerosine, dat de Europese Commissie heeft bevestigd aan woordvoerder. Nu is de brandstof van vliegtuigen nog onbelast. Hoeveel belasting Brussel per ton kerosine moet berekenen is misschien bekend. Moet de scheepvaart niet zich voorbereiden voor een belasting, daar gaat om bunkerolie. Een klein passagiersvliegtuig is in het uiterste oosten van Rusland neergestort in zee. Aan boord waren 22 passagiers en 6 mannen. Het toestel was bezig met de regionale vlucht en de kistleiding van de dag verloren. Er zijn kansen opgestuurd.